Nou ja, Bloemenveld had natuurlijk zijn glucose-sensor op zich. Ja. En, uh, dus het was wel, het was wel een mooi wetenschappelijk leven. Ja, hij zitten smullen, of niet? Ja. Alles wat wij in twee jaar hebben ja. besproken kwam hier lang. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over lessen trekken uit het Sub-7-Sub-8 Triathlon-experiment. In vervolg op het welbekende Sub-2 Marathon-experiment. Slaagden Christian Bloemenveld en Cat Matthews begin juni er glansrijk in om de triathlon binnen de 7, respectievelijk 8 uur af te ronden? Waar haalden zij de meeste winst en wat kan een amateur triatleet hiervan leren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja. Wederom tijd voor een mijlpaal. Lijkt, seizoen 5. Uh, uh, ja, seizoen 5. Uh, ja. laatste, laatste aflevering. Uh, we hadden nog maar uh, vijf weken geleden onze honderdste aflevering. Een ja. soort tussen mijlpaal. Nu zitten we in die finale van seizoen 5. Nou ja. Eigenlijk seizoen twee en seizoen 2,5 moet je zeggen, toch? Jaar 2,5. Ja, ja. Jaar 2,5. Wij doen seizoenen in 21 oh, okay. afleveringen. Uh, het, ik zeg bijna, want volgende week hebben we nog een bonus-aflevering over ons bezoek aan de Masters of Movement. Yep. Een evenement rondom uh, het Athletic Skills Model. Waar we zijn uitgenodigd door uh, Gids Avonsberg en Jorik. Uh, dat hoor je volgende week. Maar dit is dan officieel de laatste aflevering. We hebben al een aantal seizoenen dan een soort terugblik gedaan. Nou, dat voelde wat. ...overmatig naar onze recente honderdste. Dus we gaan gewoon lekker de diepte in, de inhoud in. Maar wel een beetje naar aanleiding van een bijzonder experiment. Uh, het sub-7, sub-8 triathlon-experiment. Ja. Eens even kijken wat wij daarvan kunnen leren als triatleten. Heb jij gekeken? Nee, dat zei ik jou al voor. Dus ik heb er <laughs> niks van gezien. Ja. Ik, uh, ik heb uit mijn ooghoeken uh, natuurlijk wel via Facebook... ...en via de triathlon-media meegekregen dat het was... Ja. Moet je bekennen dat ik, ik heb niet eens het nieuwsbericht over de uitslag heb uh, bekeken. Maar het zegt ook uh, wel het een en ander. Want in de kranten daarna misschien hele kleine berichtjes. Ja. Ik, ik moest echt mijn best doen eigenlijk om het uh, terug te vinden. Maar ik heb deze week nog maar even in snel tempo uh, even door uh, de livestream gescrollt. Ja. ja, heel interessante dingen Bijzondere dingen gebeurd. Ja. Ja, dus daar gaan we op terugblikken. Dat doen we, traditiegetrouw, in een seizoensafsluiting. Lekker lang en veel ook met Guido Vroemen. Dus ja. die gaan we er zo bijzoomen. Maar toch even uh, het begin vast even opzetten. Voor iedereen die net als ik wil ik bijna zeggen. Maar uh, dit evenement een beetje gemist heeft. Ja. Wat is het Sub-7, Sub-8? Ja, dat wordt gesponsord dus door een van. door Phoenix. Heet... Phoenix, gok ik ja. Ja, ja, Phoenix is <laughs> natuurlijk de Utrechtse uh, atletiekvereniging ooit. Hè? Ja. Phoenix ja, is opgericht door een Poolse zakenman. Ja. Hij heeft ook een naam. Heb ik toch maar even voor je op zoek gezocht. Sebastian Kulchik. Ja. Die heeft de Stichting in het leven geroepen om kinderen uh, meer in beweging te krijgen. Met name hey, de kans, een mooi doel. kansarme kinderen. Dus uh, in uh, niet-westerse landen of uh, ontwikkelingslanden. Ja. Dat, dat is eigenlijk de hele stichting. Hoe daar heet de Stichting? Zit. Daar um, heb je dan net niet op gezocht. Dat is de Phoenix Foundation. Oh, de Phoenix ja. Foundation. Zo ja. heet dat. Dat is ja. niet zijn bedrijf of zo. Nee, zo, zo is okay, het. En daar is hij een paar jaar mee bezig. En hij vond het wel leuk om. Uh, meer bekendheid te geven door dit experiment uh, ja, te sponsoren, eigenlijk, of te initiëren, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, de aanpak was wel interessant. Ze hebben twee mannen uitgenodigd, twee dames uitgenodigd. Toppers met uh, nou, de boodschap gegeven: Oké, okay, het uh, doel is mannen onder de zeven en vrouwen onder de acht uur. Ja, en het toch even belangrijk, we hebben het hierbij dus over een hele triathlon. Ja. En ook voor de mensen die daar niet zo thuis zijn, dat is dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en, en 42 kilometer ja. hardlopen, oftewel nog een marathon. Ja. En dit hele spektakel af te leggen onder 7 uur. Ja, en daar hebben ze wel een beetje de regels zitten oprekken. Ja, net zoals we gezien hebben bij het sub-2 uur ja. marathon-experiment. Want er zijn een aantal regels, en één daarvan is bijvoorbeeld het. Dat je niet mag steren. Bij in een viezen. normale triathlon? Ja. ja en dan mocht je hier wel? Dan mocht je hier wel. En uh, ja, de, nou, wat wel interessant was... Laten we even langs de drie sporten gaan. Ja. Bij het zwemmen nog bijzonderheden? Uh, je mocht een dikker pak aandoen. Oké. Okay. En ja, wat, wat betreft, er waren geen regels voor zwemmen. Dus in feite zeiden ze, ja. als ik het goed begrijp... Alles mag. Ja. Ga maar gewoon eens kijken ho hoe je die afstand onder de zeven ja, uur kan afleggen. En uh, er werd wel geopperd van, nou kunnen ze iets met de stroming doen en uh, naar nou, locatie uiteindelijk. Hebben ze ook wat mee gemanipuleerd. Ze zaten in Duitsland, een of ander uh, lake, Sennenveld of zo heet het. Ja. Er zat op een iets hogere hoogte dan het uh, uiteindelijke uh, fiets- en loopparcours. Het water, het zwembad. Ja. Okay. Dus ze hadden een begin, een afdaling, want ze gingen vanaf het zwemmen fietsen dan naar dat parcours. Dat was een of ander racecircuit. Ja. Uh, en daar gingen ze rondjes fietsen en lopen. Ja. Maar ja, wat met name interessant was, oké, okay, daar waren dus, je mocht een dikke pak uh, en je mocht steren alleen. Daar bij lag... het zwemmen? Of bij het ja, fietsen bedoel ik. bij het zwemmen waren er ook hazen, toch? Want ik heb ja. er wel iets van meegekregen in de aanloop naar, namelijk dat een van de atleten uh, op het laatst moest wisselen of gewisseld werd. Ja. En toen ging wel iemand anders hazen. Of, nou. Ja, nee, dat was uh, inderdaad. E, bij de mannen had je Bloemenveld. Dat is natuurlijk. Uh, ja, de, de grote Noorse. Uh, zeker. Die al dit jaar wel. Volgens mij 7-21 had uh, gehaald. Alleen daar was meteen discussie over. Want toen was schijnbaar. Waarschijnlijk had hij meestroming. Had zo snel gezwommen dat het niet, niet klopte. Ja. Of niet telt als wereldrecord. Ja. En daarnaast had hij een van die Brownlee-broers. Uh, Alistair Brownlee. Eh, maar die heeft de last minute afgezegd. Ja. En dat was wel interessant. Want we hadden Even, die, het, nu gaan we heel snel. De Brownlee Broers zijn uh, de toppers, Olympiërs, ja, Olympiërs in het triathlon. En, 2, ja. en je zegt, een van die twee zou een van de twee kandidaten ja. zijn voor de sub-7. Die zei af op het laatste moment. Ja. maar die heeft toen... Uh, Joe Skipper is een Engelsman. Ja. En, uh, en die en... was aan het meetrainen als haas. Dat heb ik volgens mij ja. gelezen, toch? Die was wel aan het voorbereiden op ja. het evenement. En toen heeft Brownlee heeft hem gehaast bij het zwemmen. Precies. En uh, nou ja, we kunnen het zo wel even over de hazen hebben, want dat vond ik wel heel interessant. Ze mochten een team samenstellen van maximaal tien hazen. Oké. Okay. Waarbij je bij het zwemmen, ja, dan, dan moest, uh, kon je niet halverwege een haas laten binnenkomen. Uh, dat kon bij het uh, fietsen en lopen wel. Oké, okay. net dus zoals was, we ook bij Kipchoger zagen, ja, die hazen wisselden voortdurend. Dus het was een op. soort puzzel van, hoe zet ik eigenlijk optimaal mijn hazen in? Moeten dat zwemmers zijn? Moeten dat fietsers zijn? Moeten dat lopers zijn? En hoe is het dat hebben ingevuld, dat vond ik wel heel interessant, hoe ze dat verschillend hebben ingevuld. Ja. Nou, hij had ook twee vrouwen, um, Cat Matthews uit Engeland. Ik ben echt niet thuis in de triathlon, merk ik dan, in ieder geval niet in die hele triathlon. En je had Nicola uh, Spierig, Spierig ja. uit Zwitserland. Dat is een naam dus een die je. ik wel eens gehoord ja, heb. Is een ook een oudgediende, Een begrijp, succesvolle Olympische atleet, ja, toch? doet er lang mee. En uh, nou, het leuke is, uh, vertrokken allebei dus die dames tegen elkaar, dus dat was wel een head-to-head -head race eigenlijk. Ja. En de mannen vertrokken dan een uur later, okay. met het idee dat ze allemaal, allemaal dezelfde, onder dezelfde de, eindtijd ja, moesten de tijdstip komen. aankwamen. Nou, en dat was een beetje spannend van tevoren. Ja, hoe gaan ze bijvoorbeeld het, het stegeren bij het zwemmen aanpakken? Nou, dan zag je al verschillende tactieken, want ten eerste de vrouwen namen twee uh, zwemmers mee, allebei, en de mannen namen één zwemmer mee. Okay. Uh, nou, en de vrouwen had je. De, volgens mij was het. Ja, Cat Matthews, die ging met z'n drieën achter elkaar. Of net andersom. En Spierig, die had twee waarbij zij volgde. Oh ja, die twee naast elkaar ja. of zo. En zij er middenachter. Ja. ja. En, nou ja, um, bij Bloemenveld was ook wel interessant. Die had uh, één iemand voor zich, die ging ook gewoon rechterachter. Ja. En in het geval van uh, Joe Skipper. Die ging dus schuin achter, een beetje, een beetje de bij huip, de heupen ook. Ja, 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 van ik, ja. van Brownlee. ja. En die hadden dan nog een derde zwemmer mee. Ik zeg die ken ik omdat ja. wij als triatleten natuurlijk ook wel eens hebben over draften bij het zwemmen. Ja. En dat inderdaad gezegd wordt dat dat de ideale plek zou ja. zijn als je langs de heup van iemand ja. kan gaan liggen. En um, ja, daar ging nog een derde zwemmer mee. Die, die had helemaal geen rol, dat snapte ik niet goed. Die zwom erbij. Ja, maar, maar wat zo interessant was, was juist, ja, wat Bloemenveld die had, nou ja. Kijk, daar heb je het al. Hè. Skipper had dus Brownlee, een andere triathlon meegenomen. Ja. Maar Bloemenveld, die had Lars Bottelier. Een top open waterzwemmer, ja. kan ik me voorstellen, meegenomen. En dat ja. is gewoon een Nederlander. Ik ging het even googlen. Hij is gewoon een Nederlands kampioen, 25 kilometer. Hij gaat naar Parijs. Hij is gewoon de opvolger van de weide Ferry Weertman. Ja. En die vent heeft gewoon een hele kei tempo aangegeven. En Bloemenveld zat er echt strak achter. Tikte ook continu die voeten ja, aan. Ja, kon je dat zien? Ja. Ja, want dit is ook leuk uit uh, een, een mooie triathlon-tactiek uit uh, de team-triathlons. Onder andere bijvoorbeeld in Enschede. Het is een beetje een spe specifiek format voor de mensen die de triathlon niet kennen. Maar je moet dan met z'n vieren bij elkaar blijven. En een van de methodes, hoe weet je nou in ja. het water of je te hard of te langzaam gaat, ja. is inderdaad door iedere keer ja. te tikken. En als je nou drie keer geen tik hebt gehad, dan ga je dus blijkbaar te hard. Dus er een gat. En als je een tik op je kuit of je knie gaat, dan moet je wat harder, want dan ja. ligt hij te dichterop. Nee, maar dat ja. ging echt perfect. En die bottelier die gebruikt ook amper zijn benen, zie je er, die zie je bijna oh ja. stilhouden. Dus het was eigenlijk volgens mij voor die Bloemenveld echt heerlijk. Je vraagt je wel af, hoe, in hoeverre hebben ze dit geoefend? Hoeveel tijd was er om te oefenen? Ja, dat moet ergens wel. En dit, ja, hoe goed duurkoven. is er nagedacht over, ja, wie neem ik mee? Maar in dit geval nemen ze dus, Bloemenveld ging voor de echte zwemmer. En uh, uh, dus de skipper ging eigenlijk voor een mede triatleet die ja. prima kan zwemmen. En we zwemmen kunnen dat omdraaien, van. want Brownlee ja. zou eigenlijk racen. Ja. Dus misschien ging Brownlee wel voor skipper. Ja. als een echte triatleet. Ja. Ja. Maar het, ja, dat is natuurlijk een ding waar die commentatoren het ook over hadden. ja, hoe communiceer je dan bij het zwemmen? Het ging bij die dames bijvoorbeeld helemaal niet. Op een gegeven moment kwamen er afstand tussen de, de hazen. En, uh, en de triatleet, ja, dan zie je zo'n haas omkijken en zo. Oh, weet ik helemaal nou, uit je slag. Dat is helemaal niet, uh, niet handig. Leuke bij die dames was die gingen echt gelijk op. Dus die kwamen binnen een half minuut van elkaar uit het water. Bij de mannen zat er iets meer afstand uh, tussen. Bloemenveld, uh, die kwam als eerste uit. En daarna kwam het volgende onderdeel. Nou, want toch even om het zwemmen af te sluiten. We gaan zo met Guido ja. hebben over wat kunnen we leren. Maar bij het zwemmen, ook in een normale triatlonwedstrijd mag je. Ja. steren, draaften, wat je wil. Dus alles wat je hier gezien hebt kun je gaan toepassen. Eigenlijk wel. En dat ja. is ook uh, ik heb nog wat studies uh, nou ja, hieraan gekoppeld is een, uh, net van tevoren een wetenschappelijk artikel uitgekomen en die hebben duidelijk van wat, uh, ja, waar valt winst op te halen? Ja, dat is in ieder geval bij het steren ook bij het zwemmen juist. Ah oh, ja. En zowel uh, ja, ze refereren naar een, een studie die ooit gedaan is uh, leuk denk ik om te vermelden waarbij ze hebben gekeken naar je liet mensen, mensen gingen zwemmen. Uh, was maar 400 meter of zo. Hè, op 100% die tijd gemeten. En daarna hebben zij. Uh, daarna zet je ze. Oh nee. Uh, daarna zet je op een fiets. Dus ze hebben eerst gekeken. Was het, sorry. Uh, 20 kilometer hard fietsen. Nou, hoe, uh, nou. Hoeveel vermogen trap je? Welke tijd? Ja. Toen hebben ze gezegd. Oké. Okay, en nu ga je eerst 400 meter uh, zwemmen. Ja. Zo hard mogelijk. Nou. En dan zag je uh, daarna fietsen. Dat die fietstijd behoorlijk was ingekakt. Tuurlijk. Logisch, je was ja. moe. Maar wat moet je doen eigenlijk. om je fietstijd ja, niet te laten inkakken. om eigenlijk. en dan kwamen ze uit. Dat je op 90% eigenlijk van jouw snelheid zwemmen. Ja. Ah, interessante studie. En uh, nou ja, in ieder geval. Van 90% van je. Een soort ultieme studie ja. Zeg maar hoe, hoe hard. ten opzichte van je maximaal. Ja. moet je zwemmen. om niet in te leveren op je fiets. Maar dat was dus. en toen zagen zij van oké, okay, prima, dan lever je niks in. Maar kun je het op een andere manier ook op 90% maar dan van je vermogen eigenlijk mm -hmm. de zwemmen? Mm -hmm. hey, dat kan in een slipstream. Ja. Uh, en dan liet je dus iemand eigenlijk met oorspronkelijke maximale tempo zwemmen, maar wel in de slipstream, dan op die fiets zetten. Nou, uh, dan, dan levert hij ook niks in. Dus dat geeft maar aan dat je, als jij gewoon de goede slipstream hebt, iemand geeft het tempo aan wat jij normaal ook maximaal zwemt. Dan kun je eigenlijk gewoon ja, 10% energie uh, zo'n beetje. Wow. Dat was hun schatting. Wow bewaren. Nou vind ik wel, bij zwemmen vind ik de allermoeilijkste sport ja. om te pacen. Want ja. je hebt natuurlijk geen meters, ja, tenzij je die hele slimme brillen hebt, maar je hebt natuurlijk geen idee hoe hard of hoe langzaam je gaat. Nu heb je over die brillen, die hadden zij dus ook een van. Hadden uh, zij een bril ja. met hun uh, ja. in, aan de binnenkant wordt daar maar dan dat het tempo meer, geprojecteerd. Maar dat was meer voor de, voor de kijkers thuis, dat die af en toe doorkregen van uh, het tempo inderdaad, slagfrequentie, Hartslag zat er ook bij en noem maar op. Oh, wow, dat is leuk. Wow. Dus, op dus dat die is wel zin, echt de toekomst van de triathlon Vond zwemmen. Ik dat wel. Ja, ik vond het echt mooi. Ik dacht, dat het wat natuurlijk. Maar met dit soort informatie erbij... <laughs> vond ik, ja, En het was die head-to-head -head, uh, ja, uh, competitie. Echt spannend. Ja. Ik vind dat sowieso moeilijk als je zo'n pro-triathlon race kijkt... om, om gevoel ja. te krijgen bij hoe hard zij zwemmen. Ja. Ja. Want ja, je ziet gewoon poppetjes door het water. Klopt. En als je kijkt, denk je, oh, dat kan ik ook. Maar dat ja. gaat zo ja. ongelooflijk ja. hard. Ja. Ja. Dus zij waren, nou, die man in ieder geval... Uh, want daar ging dat artikel over, met name. Uh, nou, die mannen waren er 48, was Bloemenveld eruit. Uh, Cat Matthews na 54 minuten. Minuten, ja. 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 Dus, uh, nou, dat was allemaal prima. Maar ja, da daarna kwam het echt... Uh... Ja, allemaal prima. Is dus gewoon 4 ja. kilometer zwemmen of 3,8 kilometer zwemmen in dik onder het uur. Hè? Dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar het is, ja, van tevoren hadden ze ook al aangegeven per atleet hoeveel denk ik erover te doen. En nou ja, Bloemenveld had heel uh, voorzichtig ingezet van ik haal het net, zeg maar. En die skipper had enorm gebluft. Die zei van, nou, ik ga binnen de zeven, ga ik zeker halen. En ik meen iets van zes uur vijftig of vijf in Hoe Nou, daar geloof ik echt nee. niks van. Nee. Maar dat komen we dan uh, uiteindelijk wel op. Want die skipper, nou, die, voor mij heeft die, echt, die heeft echt goed nagedacht over mogelijkheden om winst te halen. Die kwam dus, denk ik, een paar minuten, vijf minuten later uit aan het zwemmen. Ja. En, uh, maar toen kwam het. Die, die, die had uiteindelijk als fietsers ingezet, echte fietsers, wielrenners. Ja. Dus die had uh, bijvoorbeeld... Uh, Rijden die dan ook op een tijdritfiets? Ja, allemaal tijdritfiets, ja. ja. Maar dan en, wel steren? Uh, wel steren. Dus was een soort ploegentijdrit. Ja. En hij had Alex Dowsett. <laughs> nou ja, weer echt wereldrecorduurhouder en gewoon profrenner en een goede tijdrijder. Hij had daarbij dan Dan Bigum. dat Die heeft het, eigenlijk ook het werelduurrecord uh, verbeterd van Wiggins, het Engelse. Alleen ja. dan niet officieel aangemeld, dus dat telt niet. Maar enorm goede tijdrijder. Ja. De Broer Stanfield, dat zijn ook van die enorme achtervolgers, die ken ik nog wel uit de beukboomtijd. Dus die had gewoon echt vier wielrenners opgetrommeld, tijdrijders, om voor hem eigenlijk het werk te doen. Ja. En Bloemenveld, ja, uh, dat zag er heel fancy allemaal uit. Maar dat waren geen wielrenners van natuur. Die had zelfs ook nog twee Kenianen. had hij voor het hardlopen uiteindelijk. Oh ja, want, want die, dit is weer dat ja. aspect: je hebt een pool van tien. Hazen, dus die moet je zo snel mogelijk ja, verdedigen. Dus daar zaten ook, ook uh, ja, bijvoorbeeld Els Visser, die deed met die, uh, die, die Zwitserse, heel uh, die N Nederlandse grof ja, ja, Bij het uh, fietsen en het lopen heeft ze stukjes meegedaan. Dus daar mocht je wel af en toe, dus vooral op de parcours even uitstappen en ja. weer inhaken. Ja. Maar die, uh, ja, vooral die, die skipper is dus uh, loeihard gegaan, want die heeft gewoon de bloemenveld weer ingehaald bij het fietsen. En die heeft echt, uh, 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 volgens mij, een tijd van. Uh, 3 uur 16 of zo meen ik. Ja, rond de drie uur 16, 17 op het fietsen. 180 kilometer. 16, nou, daar, die zit dus rond de 55 km per uur iets, voor 5, ja. ruim drie uur ja, lang. Ja, hè? ja. ja Dus ja. dat is echt ongehoord. Eh, ook bij die dames was het uh, stokje overgeven dat die uh, uh, ja, dus dat, dat maakt het. Ik wel begin nu wel leuk. iets beter te begrijpen, want net was het een beetje: hoezo ja. ga je een triatleet als haas inzetten. Maar dat is dan natuurlijk wel omdat je die haas ook weer moet kunnen gebruiken ja. in het fietsen en het lopen. Ja. Dus zo dom was dat nou ook nee. weer niet van Joe Skipper. Nee, nee, helemaal. En, en die had op een gegeven moment. Want hoe moment, is het uh, met die Nederlandse openwaterswemmer afgelopen? Heeft die nog nee, wat die gedaan? Die heeft niks gedaan. Die is nee, die, precies. Die is, die is je opgeofferd. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus ja, die keuzes moet je maken in dit experiment. Ja. En dat uh, ja, bijvoorbeeld, uh, volgens mij. Oh ja, Skipper had op een gegeven moment op dat circuit. Heeft hij echt. Acht man voor zich laten gaan, Heeft hij nog even die uh, echt alle ja, behalve dan misschien uh, nou ja, alleen Brownlee, want die was ook geblesseerd. Ja, al, even al zijn hazen in aan het werken. En nou even, omdat dat vind die... ik ook een risico want ja. dat zijn ook je loophazen. Je ja. zegt dat, twee Kenianen, dat moeten dan ook maar jongens zijn die zo hard kunnen fietsen. Ja. want we fietsen dus met z'n allen 55. Ja, precies. Maar even, oh ja, maar de Kenianen zaten bij Bloemenveld. Hè. Oh, Red sorry, team. oh ja. ja, de andere ja. team. Oké, okay, ja. dus dus Skipper had. Dus allemaal ja. goede triatleten die die ook kon laten fietsen. Ja, ja. als dus ik even, even te denken, kl klopt dat? Klopt mijn het vraag? nu wat ik nu zeg? Ja. Uh, of was het, uh, ja, want Bloemenveld die had. Maar wel... Ik wil maar zeggen, het is een, een risico ja. dat je je loophazen uh, ja. al op de fiets. Nou, ja. aan de andere kant, als het triatleten zijn, kunnen ze dat dus. Ze moeten dat kunnen, dan. maar ik vraag me hoeveel tijd hebben ze kunnen. Ja, uh, je moet ze met z'n allen daar hebben. Dat afwisselen moet goed gaan. Ja. Want op zich bleef natuurlijk de bleef helemaal achter in het treintje. Ja. Dus ja, je weet ja, van... Ja, niet een beetje zo in het midden. Nee. We weten van Kim Choker die liep ook met hazen ja. achter zich Ja, nee, maar dat is ook de manier om eigenlijk het meeste winst te halen. Maar ik was toch een beetje verbaasd, want ik heb altijd van Bert Blokken geleerd... dat één na laatste positie de beste is. Ja, want die, uh, iemand achter je levert ja. ook nog 10% ja. winst of zo. Hè? Maar daar hebben ze niet, uh, in principe niet voor gekozen. Uh, ja, nou, zo even van Guido vragen. Er komen nog wat slimmigheden dat de, uh, de ploegleiderswagen mocht uh, meerijden af en toe. Wel. Voor de bidon aan te reiken. Dus dan... die had 68 fietsen op zijn dak. Toch? Dat ja. is dat plaatje wat we nou, ja, later langzamen. En dan de, de plakbidon was toegestaan. Dat echt? Er, ja, dus daar werd allemaal. Bij, ja, dat hoorden allemaal wel, wel bij. Nou ja. Pacing? Laserstralen op de weg? Of nee, hoe dat, uh, werd zover, er Nee, zo ver ging het niet, inderdaad. Uh, nou ja, Bloemenveld had natuurlijk zijn glucose sensor op zich. Ja. En, uh, dus het was, wel, het was wel een mooi wetenschappelijk zit Te smullen, of ergens. niet? Ja. Alles wat wij in twee jaar hebben besproken, ja. kwam hier langs. Nou, en, en dan ging het uiteindelijk bij het lopen maar bloemenveld die had dus weer wel een echt een enorm afgetrainde keniaan voor zich eentje ja die liep met speels gemak eigenlijk een beetje op kop met hem ja maar vond ik eigenlijk ook weer niet handig want die bloemenveld is best wel een mannetjesputter hè als je die vooral op de fiets zag flinke gast ja een beetje een beetje zelfs dat je denkt is die wel is dat wel een duur atleet ja Echt zoveel, uh, ja, één brok, brok spieren, maar meer een, een rugbier dan een triatleet zou, of in ieder geval een duuratleet Ja. En had zo'n, uh, echt zo'n flinteldeur. Zo'n ranken ja. voor zich. En hij liep dus zelf in de tweede positie. Uh, ja. En daar hadden ze dus allemaal, allebei de mannen hadden maar één uh, haas. Eén haas. Ja. En uh, die skipper, ja. Hadden die, ze niet naar Kipchoker gekeken nou, met zijn V-vorm voor uh, Nou ja, voor die keuzes maken ze dan ergens, vroeg ik me ook. De dames hadden juist wel weer twee bij zich. Ja. Dus ja, eh, terwijl inderdaad, ik had nog even, uh, dat kunnen we straks aan Guido even laten zien, maar de optimale manier is in ieder geval bij het zwemmen informatie. Maar ja, ja dan heb je al vijf zwemmers ook nodig. Ja. Drie en dan twee geloof ik en dan één. Uh, een treintje bij, uh, bij het fietsen, ja, dan wil je er ook minimaal zes, zeven, acht hebben. En bij het lopen inderdaad de omgekeerde V van uh, Kip -Tjoke. Ja. Nee, dat, dat deze. deze niet. Er niet aan. Dus en op wat voor marathontijd komen ze dan uit? Ja, uh, Bloemenveld uiteindelijk uh, 2:30. Ja. Oh. En uh, Matthews op 2:46. uur 46. ojo. Ja, dat zijn, en, uh... en ik heb het nog niet zo snel bij elkaar opgeteld, maar uh, wat wordt het dan? Ja, dus uh, Bloemveld 6:44. Zo. En uh, Cat Matthews 7:31. Dus ruim. Maar het is kaals. allebei dat je ook bijna denkt, ja. ja, dit is niet eens sub 7, sub 8. Maar nou komt die acht uur, dat is een magische grens op de hele triathlon. Maar die komt natuurlijk uit de individuele ja, triathlons. Ja, maar dat was wel interessant. Want van tevoren was best wel sceptisch. Veel van mensen, dat is onhaalbaar. Ook dat artikel wat ik in die show notes zet. Die zei: Ja, het hmm, is toch lastig om, uh, om daar uit te komen. Als je puur kijkt naar de historische ontwikkeling eigenlijk van die tijden van de, uh, op de hele triathlon. Ja. Want ja, daar kan je natuurlijk een grafiek van plotten, jaartal en dan tijd. En dan zie je dat angst van afnemen. En dan kun je een rechte lijn doorheen plotten. Ja, is altijd discutabel. Ja, hoe, hoe ontwikkelt zich dat? En zij kwamen uit van nou... Het gaat echt wel tot 2050 duren, of dat de man in ieder geval onder de zeven uur komen. Ja. Maar nogmaals, dan kijken zij naar uitslagen op de individuele ja. triathlon, toch? En ja. niet op dit soort groeps. Uh, nee. Plus, daarbij een uh, andere benadering is dat ze zeggen: hey, hoe is ooit de snelste tijd bij het zwemmen geweest op het triathlon? Snelste tijd fietsen. Snelste tijd uh, rennen. Daar kwamen ze uit op 715 geloof ik. het okay. ook niet. Hoe snel gaat de halve triathlon inmiddels? Ja. Nou, de kwam precies bij de mannen 3 uur 29. Oké, okay, dus twee keer de helft ja. zou kunnen. Maar ja. uh, dan hebben ze ook netjes uitgezocht welke mensen hebben en de halve en de hele gedaan. Nou, dan hebben ze toch gemiddeld genomen een, ja, een prestatieverlies van 7%. Dus oh ja. met een dubbele afstand. Ja. Dus eigenlijk zei ze: Ja, uh, op deze manier ga je niet redden. De enige manier is inderdaad door te steren. Ja, ja en Waar dat, je mee je ja. eigenlijk de essentie van de triatlon die je alleen moet doen. Ja. ...hebt weggehaald. Ja, aan de andere kant dacht ik ook... ...die Olympische Triathlon... ...ja, daar is het steren ook weer toegestaan. Ja, ik, ik, ik sta daar dubbel in eigenlijk. Van, uh, ja, Jij vindt het echt niet kunnen steren, of wel? Nou, ik vind het niet heel erg... Uh, aan, de, ...aan de essentie van het ja. sporten. Ik vind steren wel kunnen, maar ik maar vind... Ja. ...nee, luister... ...ik vind het fantastisch. Laat ja. ik dat voorop stellen. Maar net zoals we gezegd hebben... ...rondom de Kipchoge sub 2 uur... ...dat was geen marathon... ...zoals ja. je dat in wedstrijdverband doet... Lijkt me ook hier heel duidelijk: dit was geen triathlon nee. zoals je dat in wedstrijdverband doet. Het was een team-este vette team effort. Ja, eigenlijk. En het maakt een prachtige prestatie. Ja. En laat ik niks afdoen aan Bloemenveld die wel degelijk dat in deze tempos doet. Maar um... nee, ben je mee eens? Ik bedoel. Uh... Laten, we, laten we daarmee maar eens de lessen naar voren gaan nemen. En maar eens even gaan kijken ja. uh, wat wij nou hier gezien hebben. En vooral ook wat uh, onze topcoach en sporter Guido Vroemen gezien heeft. hoe we met z'n drieën daar uh, straks in renken mee kunnen gaan knallen. Ja, leuk. We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey Guido. Goedemorgen heren. Goedemorgen. We zijn uh, soort van officieel bij de laatste aflevering van dit seizoen. Laatste keer oh. zoomen we met Vroemen in seizoen 5. En uh, we hebben het over de sub 7, sub 8 triathlon-experiment. Heb jij 7 uh, of 8 uur voor de buis gezeten <macht> begin bij juni? Bijna. Iets minder. Uh, ik ja. deed iets sneller. Ik moest uh, bekennen: ik heb er eigenlijk helemaal niks van gezien. Jurgen heeft me net een beetje nou, bij ja. zitten praten met veel vuur en passie. Klinkt tof. Heb, je, heb jij wel gekeken of, of de samenvatting? Of ja, ik heb al stukken gezien. Ja, ja ze, nou, het eind van het lied is: ze hebben het gehaald. Nou, ja, top. Gefeliciteerd. Ja. Bijzonder. Ze hebben het goed gedaan, dus. Ja. Maar ik vond uh, ja, wat, wat ik leuk vond, is of verfrissend of verwarrend of interessant. In ieder geval de verschillende tactieken die de verschillende atleten gebruikten in de inzet van de hazen. Ja. En uh, ja, dat heb ik net uh, tegen Gerrit ook geschetst. Ja, wat nou de beste uh, praktijk is voor uh, nou, één of twee zwemmers? Of ja, hoe, of je wielrenners inzet of triatleten. Uh, nou, dat vond ik wel interessant hoe ze dat aanpakten en hoe verschillend ze dat deden. Ja. Hoe, uh, wat, wat is jou opgevallen, Guido? De, um, waarom ze het halen, dat zit hem eigenlijk al. Nou ja, je kunt het eigenlijk terugbrengen tot het fietsonderdeel. Ja, ja. punt. Ja. Punt. Nou ja, en een marathon om 2,5 uur ik, dat... is, is, is ook lekker snel. Maar dat, dat zie je wel eens vaker in een uh, snelle triathlon, ja. natuurlijk. Ja, maar, en daar zie je ook niet zozeer dat het. Uh, hè, zoals zei je ook: de, de, uh, de tactieken achter een pacer aanlopen. Dat, dat, dat verschil daar was natuurlijk niet zo heel groot. Daarbij. Nee. Bij het fietsen heb je de meeste winst die je kunt halen. En daar kun je ook nog. Uh, andere formaties gaan opstellen. Het Bergblok heeft heel veel onderzoek gedaan met fietsen in groepen, uh, met zo'n punt naar voren, uh, en dan moet je eigenlijk niet helemaal in het laatste wiel gaan zitten, maar in het ene laatste wiel. Ja. Want diegene die achter je zit, heeft dan nog een soort drukrollen voor je, waar je als ene laatste dus voordeel van hebt. Dan als je als laatste bent, heb je een soort zuiging achter je. Ja. Dus als je dan niet als laatste, maar dan als ene laatste in het achtste wiel of zo gaat zitten, ja, dan heb je misschien wel de meest optimale positie en dan kost het je het minste energie om nou ja, zo hard te plus te rijden. Ja, viel ja. ons dus al ja. op. Nu ja, viel Jurgen op, maar mij viel het op toen je het ja. vertelde, dat ze niet in het laatste, of in het ene laatste wiel zaten, maar in het laatste wiel. Ja, klopt. klopt. En, en ja, ben. Goed dat jij het noemt, want ik weet zeker dat Bloemenveld, die werkt samen met Bert uh, Berblokken, dus waarom ze dan, dan toch voor dit is dus misschien praktisch. Wat zei je? Eigenwijs. Hè? Eigenwijs uh, hoort er ook bij natuurlijk, ja. Wat ja, 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 weet je. Dat, uh, ja. Maar je ziet al eigenlijk, doordat ze het nu zo doen, het is genoeg, hè? Ja, ja, ja. Weet je, het is genoeg. Uh, het is ruim genoeg zelfs. Ja, zeker. Dus, dus je gaat gewoon ook geen risico nemen. Want, ja, weet je, hij zat er uh, achterin. Hij zat waarschijnlijk hey, ook nog heel relaxed. Want hè, het was nog niet zo die dag... Uh, Tering, ik zit me hier, en ik moet nog best hard trappen om dit vol te blijven houden. Ja, dat was het niet. Nee. Dus, en het tempo was ruim boven wat ze, nou ja, wat ze nodig hadden. Dus het schema was prima. Ja. Nou ja, dus dan hoef je niet, zeg maar, ingesloten te gaan rijden met het risico van als je even een, een, niet eventjes oplet en dan je tikt even een ja. voorwieltje aan, bam. Ja, dan is alles weg. Ja, en dit zie, is heel ja. relaxed. Ja, kijk, ergens zou je denken vanwege het experiment was het. Ja, als het echt gedacht hadden, we doen daarvoor dat ze bij 6,55 bij de mannen binnenkwamen, of 6,59. Ze zaten wel ruim. Maar je hebt wel een punt. Ze waren ook niet helemaal kapot toen ze over de streep gingen. Juist. Nee. Dus ergens lijkt het van. Nou, dit was allemaal haalbaar, hadden ze allemaal natuurlijk al doorberekend. En. Uh, ja. Maar ik vond wel die skipper, die vond ik echt uh, heel slim met zijn wielrenners die hij gewoon had ingezet. Gewoon uh, Dow zet erin en uh, die tentfieldbroers en uh, nou, ja, Dan Bickham zat erin. Ja, Dan Bigham, maar ook ja. inderdaad. Je moet gewoon, weet je, het, is, het gaat ook alleen om, voor hun is het alleen maar 180 kilometer zo hard mogelijk rijden. Ja. En wielrenners rijden ook gewoon vaak wat ploegentijdritten. Maar nou ja, als je dat soort gasten erin zet, nou, die brommeren gewoon om de beurt door en ja. die draaien gewoon hard. Die doen niks anders. Ja. Dus, ja, dan moet je die daarvoor gebruiken. En dan hoef je geen triatleet, want die je alleen maar in. Jurgen, ik snap dat jij die uh, tien uh, hazen zo interessant vindt. Maar daar kunnen onze luisteraars natuurlijk nee. helemaal niks mee. Ik Qua wil tips. graag even met Guido uh, op zoek naar. Uh, Guido, wij hebben samen naar een triathlonrace uh, getraind. Dat was een OD. Ik wil uh, in de toekomst, uh, nou ik hoop met jou, maar dat gesprek moeten wij nog voeren. Misschien wel <laughs> na een halve toe. Wat zijn nou dingen die we in dit experiment hebben kunnen zien? Waar wij de amateur triatleet ook eens even. Wat van kan leren en dat ja sorry joh maar dat zit ja. voor mij dus niet in hoe zet ik mijn hazen voor meneer. Nou, ik vind toch dat steren ik ja, denk maar dat nog mag steeds. Niet. Ja, ik heb die jury bij uh, onze triatlon gezien, mm. die ene motor die dan nou, ik geloof Dus ik, jij denkt slimmer uh, ja, presteren is stikken steren. Wel, vind ja, jij hier als advies. Je hoeft niet bij iemand echt in het wiel te zitten. <laughs> Dit dus is niet maar, in de spirit kan of sport Nee, het zal uh, best, maar goed. Maar je, je, hebt al, je hebt ook gewoon sterenwedstrijden. Ja, Ja. 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 Oké, okay, okay. nou die tip schrijf ik op. Jurgen Vertevelen zegt: Ga me stiekem wel stelen. Ja. Oké, okay. maar laten we toch nog even samen doorlopen. We hebben het al even gehad over het zwemmen. Die slipstream zwemmen, da, da, daar is natuurlijk de, de, de laagste winst te halen. Of de grootste winst te halen, want dat mag gewoon. Ja. Dus als je dat kan, dan moet je dat vooral doen. Maar Guido, zou je in de heup of naast iemand gaan zwemmen van je voorganger? Of de lekker erachter en dan uh, de, de, in de, de voeten. voeten aantikken? Dat waren ja, dat twee laatste. Verschillende stijlen waren gaande. Ja, ja. Ja, dat laatste. Oké. Okay. Ja. ja. Eigenlijk is. Het, ja Kijk, dit, hier heb je niet te maken met luchtstroming, maar waterstroming. Ja. Maar je moet eigenlijk in, de bewegen, in het bewegende water meegaan. Hè? Ja. Want degene voor je heeft het water al in, in de goede richting bewogen. Ja. Dus dan heb je daar al die stroming mee. Daardoor je minder frictie, weer ja. een waterweerstand hier. Krijgt, waardoor je makkelijker die snelheid kunt ja. houden. Maar waarom koos dan die Skipper toch om.? Er, om Aan de, de heup. Die, En heb ik dat net ook gezegd ja, in de aflevering. Die Brownlee, Beckham. dat is dan toch wel een gedachte die toch bij veel triatleten nog ja. is: van, dat je daar ook in de slipstream zit. Maar, ja. ja, het is zo, waarschijnlijk ook omdat je bij het zwemmen een soort boekvorm krijgt. Ja. Diegene. ja, en dan gaat de rol, zolang je maar niet daarvoor komt, want dan pak je zelf, ja. ben jij degene die ja. de boeg. Golf gaat maken. Ja. Kan ook individueel een beetje bepaald zijn. kan ook zijn, zijn wat je ik. fijn vindt. Sommige ja. volgens mij, heeft ja. het daarmee te maken. Ja. Want sommige mensen zijn bang voor een trap in hun gezicht van die voeten. Ja. En dat ja. je dan maar bij de heup gaat liggen. Ja. Uh, Oké. Okay. Wat hebben we nog meer gezien, Guido? Waar we van kunnen leren? Wat we kunnen nou ja, stelen? Als je Bij het fietsen, daar zeg je net wat steren, moet je wel steren. Kijk, wat mag bij, uh, als, je, als we het ja. hebben over een triathlon die uh, geen steren is? Ja, hoe ver mag je erachter? Ja, officieel 12 meter, is zet fietslengtes? Nou, nou ja, als je daar rijdt, dan mag dat. Dan heb je nog steeds voordeel. Ja, en flink ook, volgens mij. Hè? Want dat, uh... Absoluut. Kijk, ja. als je naar de wedstrijden kijkt, de toppers, en die rijden gewoon dan, laten we zeggen, hè, strak 12 meter, 10, 12 meter zal het ongeveer zijn, meestal. Een paar fietslengtes. Nou ja, dan kun je echt wel. Als je daarna, als je die files bekijkt, dan zie je echt al dat ze echt minder vermogen hoeven te trappen voor die snelheid halen. Mm -hmm. Want je hebt gewoon ook al bewegende luchtstroom dan. Hè? Ja. Die, als je een treintje hebt van, van nou ja, laten we zeggen, tien koplopers die allemaal tien meter achter elkaar rijden, dan heb je echt al een bewegende luchtstroom. Als daar ook nog een motor ja. voor zit, of misschien nog wel een paar, ja, dan is het helemaal een beetje wedstrijdvervalsing, want de jury gaat dan de wedstrijd beïnvloeden. Ja, kortom als individuele triatleet en en ja, ik moet ook zeggen, als je dit zegt, dit herken ik ook gewoon uit de wedstrijd, uh, gewoon goed strak erachter, zo dicht mogelijk bij wat mag en sportief is en hem ja. um, uh, ook gewoon even pakken. Ik moet zeggen ook, als ik merk, als ik naar het toe rijd, ja. ja, dat ik hem inderdaad ook eerst even blijf zitten, even bijkomen en dan, en dan weer dan pas langs, ja. Nou, ja. nou, ik word meestal dan misschien ingehaald. Nou, dan doe ik het <laughs> ja, ja, zelf dat even, niet. Mee, even mee. Even meegaan, ja. Ja, ja. ja. Ik heb, natuurlijk, uh, ik heb ja. natuurlijk dit seizoen uh, inmiddels twee triathlons gehad, uh, maar eentje ook inderdaad voor het eerst, die eerste, nou, ik wist niet wat ik meemaakte, dan had ik voor het eerst uh, de, de Vroemer Power op de benen. Maar holy blaf, jongen. Dat is wel lekker als je zo hard uh, op iedereen afrijdt en er langs komt. Dat is Omdat wel je cool. denkt, kut, ik ja. moet bijna remmen. Ja, nou, dan, <laughs> dan moest dan je dan dan bij, de, bij de bochten, Ja, maar dan, um, ja, dat is dus inderdaad, je gaat erachter zitten. Je komt er af en toe een tegen die ongeveer net zo hard gaat. Nou, daar blijf je dan wat langer achter zitten, inderdaad. En dan uh, tjoept er overheen. Ja, ja, power, je, he? voor dit ja. is eigenlijk de beste tip hiervan: is eigenlijk, als je wilt profiteren, dan moet je gewoon op kop gaan rijden. Want dan heb je die motor voor je. Nou, want daar zat ik over ja. na te denken. Nu in dat, in dat plaatje wat jij schetst, stel de rijden 10 koplopers. Uh, ik uh, heb ook meegedaan aan de teamcompetities. Stel nou dat je merkt dat je dus aan de kop van zo'n groep zit. En ik zeg even specifiek teamcompetities, omdat daar gaat het niet eens om de tijdsnelheid, maar om de klassering. Zou dan bijna een advies zijn om daar misschien wel eens even op een gegeven moment de kop te laten lopen? Want je neemt dat hele veld op sleeptouw, zeg maar. Ga zelf maar even op positie 6 zitten, of niet? Ja, dat kun je doen inderdaad. Toch? Ja. Ja. Waarom zou je daar uh, vooraan gaan rijden? Ja, omdat je je waarschijnlijk zelf het sterkste voelt. of je probeert de anderen eraf te rijden. Maar ja, dat lukt dan niet zo gemakkelijk. hè? Nee, exact. exact. Nou, nee. Dat, dat vind ik nog wel mooi. Uh, bij het lopen nog uh, dingen gezien? Jurgen, jij? Yeah. Nee? Geen ja, dan? dat ze maar één haas hadden. Oh. Ja, Alleen nou, eigenlijk die taal is er twee, maker. hè? Dat. Uh... Uh, ja, daar doen ze weinig met aerodynamica, wel met Pacer eigenlijk, zeg maar. Gewoon iemand die het tempo aangeeft, iemand. Ja. Ja. Dus meer en die de bidons het, uh, aangeeft en ja. de Gelt. Het is eigenlijk een soort helper die je ja. alles geeft en jij hoeft alleen maar door te blijven ja. lopen. Ja. En, uh, maar ik moet zeggen, nou laat ik dat dan in deze seizoensafsluiting even inbrengen. Het valt mij op dat in veel hardloop, boeken, overal waar het over hardlopen gaat, uh, wordt de hele tijd de windfactor weggewuift. Hè, wordt dan gezegd, ja, ja, bij het fietsen heb je veel met wind, maar bij lopen doet dat er niet toe. Mm -hmm. Ik moet ja, we zeggen, wel. persoonlijk heb ik een hele andere ervaring. Ja. Ik kruip achter iedere rug als er ook maar een zuchtje wind is, en ik heb daar heel veel plezier van. Zal wel mijn placebo zijn, maar hoe nee, hoe nee is maar het nou, dan? is geen placebo. Er is ook wel wat wat onderzoek. Het is eigenlijk, maar je moet er wel op dicht op kunnen kruipen of durven ja. kruipen. Ja. Dat is één. En ik denk dat veel mensen daar. En, en het lastige is natuurlijk: het moet wel een tempo zijn wat je lekker ligt. Ja, dat, dat is natuurlijk. Bij het fietsen kan je echt met hele snelle mannen mee. Zeg ja. maar relatief. Wat je nooit zou lukken. Bij het lopen is het allemaal best wel kritisch. Ja, moet ik. het dichter bij elkaar zitten. Ja. Nou. ja, maar. Ja. Uh, en, en sommige. Het is ook een gevoelskwestie. Sommige mensen vinden het helemaal niet fijn achter iemand aan of zo, hè? Oh ja. Nou ja, ik dan vind ze het wel goed... niet fijn als ik er eentje in mijn rug heb zitten. Hebben ze niet zo goed zicht of... Uh, ja, dan ben je toch het gevoel van... ja, ik loop niet mijn eigen tempo. Zoiets is het volgens ja. mij. Uh, ja, sommigen gaan een beetje worden in de, in de war geraakt... met andere pasfrequentie, ja. hè? Omdat je niet dezelfde pasfrequentie loopt... Ja. als degene voor je. Uh, dat vinden ze ook wel vervelend. Maar het heeft zeker... weet je, het heeft zeker... Uh, invloed, de wind. Absoluut, weet je, dat kun je nooit ontkennen... Alleen daar, omdat de snelheid bij lopen wat lager ligt, is het, de invloed die je daarvan hebt is wat kleiner. Maar hij is er wel. Mm. Ja, ja, nou dan maak ik daar mijn eigen tip van. Aan iedereen die uh, gaat lopen op triatlonnen, ga maar gewoon wel van rug naar rug. Dat is alleen maar fijn. Ja. ja. Uh, wel wat meer gezien. Jurgen, jij nog wat opgevallen in gadgets of experimenten of uh, iets wat we kunnen reproduceren ja. uit dit experiment? Ik zag die fietsen van uh, Bloemenveld. Nou. Ik weet niet hoe jij dan... Er waren gewoon dames fietsen, die hebben geen bovenbuis bijvoorbeeld. Die uh, Kadex, uh, nou, dat zag er echt niet uit, vond ik zelf, maar... Okay. Ho ho, wacht even. Eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt, natuurlijk. Dus meteen aan het fietsen, gelijk spreien even laten inwerken, afnemen met een zoodoek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat supergemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van Zo: 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme Presteren webshop of via zo schoon.nl. De truc is: niet schoonmaken, maar schoonhouden. Dus fietsen waren ja. allemaal geweldig. Nou, hij had ja, die gekozen. Een, ja. een brede voorvork. Ja. ja, een hele open voorvork. Ja. Dus dat is, en is dat dat een voor... beetje... Dat komt eigenlijk. Kijk, ik werk ook samen met Koo Cycle. En Koo Cycle, hmm. dat zijn, die hebben echt een heel revolutionair ontwerp wat betreft die voorkant. En dat komt vanuit de Formule 1-wereld. Richard goed. McKenna heeft, heeft dat een beetje ontwikkeld voor die fiets. En dat is echt, als je het wiel hebt. En de voorvork, die voorvork is niet strak er tegenaan, maar die is echt heel wijd en open en hoog. Dus er zit heel veel open ruimte. Ja. Waar de lucht eigenlijk aan de voorkant erin kan knallen en niet er tussendoor wordt geperst, waardoor die er ook omheen kan. Oké, een soort nieuwe eigenlijk... aerodynamische filosofie. Ja. ja, kijk maar als je, dit, die, als je de Q-Cycle opzoekt, en je gaat daarna. Die baanfiets opzoeken van de British Cycling. Die zijn wat later op de markt gekomen, maar dat is bijna nou ja, gelijke uh, ontwerp, want die hebben datzelfde, ook een brede luchtstroom langs die fiets. Waardoor je eigenlijk makkelijk de lucht die, uh, nou ja, die, toch op die, zijn die je toch opzij ja. aan de voorkant opensnijdt, die langs jou kan glijden. En aan de achterkant weer naadloos. In kan schui uh, schuiven naar achteren toe. Ja. Ja. En de filosofie is dus allemaal: we moeten niet meer zo de punt van de kogel zijn, maar we moeten eigenlijk die lucht gewoon pakken en, en geleiden. En dan kan ja, dus je moet overvoeren. de lucht eigenlijk gewoon zo min mogelijk onderbreken proberen, hè? zodat die dus langs jou kan uh, glijden en aan de achterkant ook weer naadloos ja, in elkaar ja. Ja. kan overgaan zonder turbulentie. En als ik nou niet zo'n open voorvork heb, kan ik hier dan nog iets mee in mijn houding op de fiets? Of uh, dingen die ik wel uh, zelf kan beïnvloeden? Ja, dan, je ziet ze allemaal nou ja, voornamelijk klein maken. Hè? Eh, dus de handen ja, dat zitten wel. vaak dan ja. voor het hoofd, dichterbij. Ja. En dan schouders intrekken in plaats van breed. En dan, dan moet je eigenlijk jezelf zo smal mogelijk maken. Ik onze aflevering Aerodynamica. Zeker, daar ooit. zit dit allemaal in. Ja, maar ik zit maar, nog even ja. te denken wat ik voor mijn uh, ja. eigen wedstrijd nog kan doen zonder een nieuwe fiets. Ja, ik kopen. zal nog even de wissels ja, inrekken. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Je, je hoofd als een schildpad begraven. Zo, eh. ja. want, want je schildpad die, die trekt ook altijd zijn hoofd in. Zo. Ja. Nou, daar moet je maar aan denken. Als je gaat rijden, dan moet je niet zo gaan, zo gaan kijken. Dus ik zit relaxed, maar ik moet hem intrekken. Ja. ja. Ik euh, nodig iedereen uit om even naar YouTube te gaan, want dit zag fantastisch uit. Mooi hè? Uit. Ja, Tot, mooi. Een, sh <laughs> een shrug <laughs> ja, noemen ze dat. Hè? Ja. Dus je schouders intrekken. Ja, precies. Hey, en uh, moeten de benen nog geschoren worden voor de aerodynamica, of is dat alleen maar esthetiek? Nou, omdat je als het lekker vindt voelen weer, is dat ook goed hè? Nou ja, ik weet niet. Ik, ik twijfel altijd, want ik heb de, de, nou, toen ik die foto's al zag met mijn bont uh, jasjes op de schenen. Dat is toch ook de schaatspakribbels, <laughs> denk ik altijd? Ja, ja. <laughs> moet je ja. wel een bepaalde uh, vormen denk ik scheren ja, ja misschien helpt dat ja. ook Is verzuurtjes ja misschien als laatste toch maar uh, over de fiets hardloopschoen ja wanneer, innovatie in het triatlon wanneer komt die eraan wat, uh, vertel mm. nog even wat is ja dat? ik zag een, uh, een studie die gedaan was met uh, ja, uh, van, vanwege de carbon platen in het hardlopen dacht iemand hey, dacht iemand, zit ook hey in mijn dat is ook wel fijn voor uh, fietsschoenen, want die moeten juist wat stijf daar zijn uh, weinig energieverlies Kun je dan, als je die twee dingen combineert... kan je eigenlijk een, een perfecte fiets-hardloopschoen creëren. Nou, dat hebben ze in het lab gedaan. En uh, volgens mij lieten de eerste studies zien... Dat het, uh, ja, dat het prima werkte voor en, en op de fiets en voor het hardlopen. Dus ja, mogelijk dat we in de toekomst... een uh, ja, een, 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 met één schoen af kunnen. Het, het fiets lopen. Maar dan zou je dus een soort kliksysteem ja. binnen in je hardloopzolwerk nog weer verwerken. Ja, dat is volgens mij kregen we ook een, uh, een reactie, inderdaad, daar weer op dat Rob Barrel had dit ooit uh, al bedacht, is daarmee aan de slag te maken. Daar bekende dat ja, ja, als triatleet. Dus ja. die triatleten die kennen dit al veel langer natuurlijk. Er wordt heel lang mee. Ja. Uh, Ik heb vroeger uh, ook wel eens uh, met cross -wedstrijden. ja en als je, dan niet, als je dan vijf of wat was het, soms wel eens, korter lopen. Ja. En ja. um, dan had je eigenlijk je, dan, dan liep ik al op mijn mountainbikeschoenen de eerste run. Hè? Huh? Ja. Yeah. Oh. Maar dan waren het wel van die mountainbikeschoenen zonder carbonzool, Die oh. die een beetje flexibele zool nog wel hebben, waar je eigenlijk, nou, ja, probeer dat je, ja, je kan er ook op rennen. Ja. Yeah. En misschien is het dan wel 30 seconden langzamer. Op die hele run van, van, van drie, vier kilometer. Maar ja, uh, je, je komt dan in de wisselzone. Je doet je helm op en je bent weg. Je hoeft geen ja. schoenen te wisselen of niks. En de tweede keer doe je dat weer. Ja, en dan, dus uh, ja dit, weet je, ja. zo'n schoen heeft eigenlijk alleen maar zin. In, 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 in korte wedstrijden, dan heb je die wissel gewoon. Daar win je gewoon wat tijd. Maar in lange wedstrijden denk ik dat het niet heel veel uh, zin heeft om dan... Een, een, nou ja, een soort compromisschoen te maken. Hè? Ja, want dat is het. Hè? Het wordt waarschijnlijk niet de ideale fietsschoen... en niet de ideale loopschoen. En dan zwemvliezen, eh, zwemvliezen erbij en klaar. Ja. En Wel mooi dat je het nog ja. even zegt. Hè? Die wissel, als we het dan toch over ja. innovatie in de triathlon hebben. Ik zag ja. toch ook weer in mijn triathlonnetje... Ja. toch weer lekker de wisselkoning ja. van de dag. Maar ja, ik ga dan in die uitslag speuren. Ik werd eh, bij die Flits triathlon geloof ik 16e overal. Maar dan pak ik er toch gewoon weer een stuk of 8, 9... op die wisseltijd, hè? Dus ja. die, ofwel die lopen sneller dan mij, of nou, er waren weinig mensen die die dag sneller fietsen dan ik, wel, toch nog ook nog tien. Maar uh, dat is toch. Ik snap niet zo goed dat mensen dat niet als een wedstrijdonderdeel zien. Ja, Ik denk dat ze dat meestal pas achterkomen, kijk, als je wat sneller wordt, dan, dan, uh, dan, wordt, dan denk je: Ja, maar dat is ook belangrijk. Ja. Maar er zijn ook wel mensen die hebben gewoon wedstrijden verloren, die hebben drie keer het snelste onderdeel, drie keer het snelste gezomen, het snelste gefietst, het snelste hard gelopen, en dan. Toch niet gewonnen, want ze hebben te lang gewisseld. Ja. En de andere heeft dan misschien net ietsjes minder hard gezwommen, gefietst en gelopen. Maar ja, in die wissel was hij knetter snel en daardoor wint hij. Ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat andersom is mij nog niet gelukt. Hè? Want ik wissel wel ja, snel, ja. maar niet zo snel dat het compenseert voor mijn lopen en mijn Ja. Nee. Misschien een slotvraag. Waar gaat het uiteindelijk naartoe, denk jij, uh, uh, de, bij de mannen en vrouwen, snelle tijden op de hele triatlon, Als dit soort ja. dingen blijven toegestaan worden. Maar Weet je, dit is een beetje een, ja, een kunstje, een project. Ja. En dit is niet iets wat nou ja, jaarlijks terug gaat Ja, maar wat je wel hoort is natuurlijk altijd ook met de, in ieder geval met de vier minuten op de mel ooit en dan de sub 2. Van als iemand het ooit gedaan heeft, maakt niet uit hoe. Dan geeft dat ook psychologisch zoveel inspiratie, met name voor anderen, dat ze denken: ah, dit is haalbaar. Dat ook ja. zeg maar met niet-steenregels de, de zeven uur misschien wel uh, ja, sneller in de buurt komt. dan je zou verwachten op grond van de historische tijden. Maar. Heel het parcours zelf. afhankelijk. Ja, Weet precies. je, dit was natuurlijk ook gewoon ja. het parcours wat ze hier had: dat is gewoon ja, zo suf als maar kan. Natuurlijk. Ja. Dan ga je de... <laughs> Altijd maar diezelfde rondjes staat draaien ja. en geen verkeer en zo. Dat ga je dus nooit redden in een, regel, een reguliere nee. wedstrijd. Nee, nee. eens. Nee. Ja. Dat denk ik gewoon nooit, hè? Weet je, dan wordt de zeven uur grens echt niet gehaald. En Blijft de kunstmaat, Op deze manier ja. kan het wel. En dat, dat is ook wel het leuke ervan. Ja. Maar het, um, ja, de, de echte snelste tijd, dat uh, zeven uur of onder de zeven uur, dat gaat niet lukken. Individueel, nou. hè? Bedoel je dan? Ja. ja. Maar ja. heb ik er toch nog één als laatste dan Jetze, die ik weet niet hoe. Jetze dit... plat, ja, de Jetze zeer Jetze succesvolle para-triathlete. Okay, die heeft ja. natuurlijk ooit Hawaii ook gedaan, hè? Nou, dat is natuurlijk best wel uh, behoorlijk legendarisch. Toch ook even voor de niet-triathleten. Hawaii is het officieuze ja, wereldkampioenschap vanuit uh, de Ironman-organisatie. Ja. 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 Um, ik weet niet welke tijd hij toen precies had, maar ik kan me voorstellen, daar kibbelt het misschien ook wel 8. om. 8:43. Nou, om op zijn manier te zeggen, ik ga een sub-8 doen. Ik had eigenlijk de organisatie van die sub-7, sub-8 een mail gestuurd. Ik ah, zeg, ik, ah, heb, ja. ik heb nog wel een gast ja. die, dat, die mee wil. Ja. Nou, die, die, uh, um, maar dat was, dat was deze, bij deze uh, organisatie en dit evenement kon dat niet. Ah, hebben ze, ah, okay. me, ze hebben me wel ze terug wel geantwoord. Okay, ja, 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 ze ja. hebben me wel geantwoord. Ik maar zeg, maar nou zou ja, hij 8, dan ook met zes para handbikers om hem heen, of wat dan? Fietsers voor hem? Of, of, wat, hoe gaat hij ja. die fietslek uh, een uur sneller doen? Ja, dan heb je ook, inderdaad, dan moet je dezelfde... Aer hij is sowieso al aerodynamisch groot voordeel. Ja, omdat hij zo laag op de grond zit. En in de peloton handbikers, waar er ook zat van zijn die heel hard kunnen, He, dan rij je ook makkelijk veel harder. Want die gast als je handbikewedstrijden hebt, dat gaat ook um, soms tegen de 50 per uur. Dus eh, dat kan. Maar ja, dan krijg je, daarna krijg je een race-rolstoel onderdeel. Met wielen. Mm -hmm. Ja, maar dat kan, dat kan in anderhalf uur. Ah ja. Ah. ja. Daar nee. is de sub-2 niet ja. zo'n groot issue, waar je zegt. Nee, nee, nee. Ja. Want als je, als je echt daar vol voor. Het wereldrecord handcycling op de marathon in Boston, volgens mij gezet is door Marcel Hoek op 1.17 nog wat. Oh, wow. ah, dat, is, dat is 36 per uur of zo. Ja, ja maar dat is dan inderdaad met een, met een rolstoel. Dus niet normaal! Zegt deze, ja, dat is nog steeds niet normaal, maar ik snap dan wel dat deze organisatie zegt, ja, dat heeft dan niet met een sub-7 project te maken, want die marathonpleiden nee. zijn niet vergelijkbaar. Ja, ja klopt, klopt. Dat gaat veel harder dan. Ja. Dus als je stelt dat je denkt, nou weet je, een snelle triathlon voor uh, paratriatleten, nou dan kan die echt wel heel hard. Ja. <laughs> oh, dat is leuk om te organiseren. Dat is een mooi feitje hè. Ja. Ja. Nou, over, uh, jij zegt er was een heel saai parcours, over mooie parcours gesproken. Wij gaan zo uh, lekker met z'n allen op vakantie en dan komen we in augustus uh, weer terug, ook met de Slimme Pesteren podcast. Half augustus zijn we er weer. Dan is het nog twee weken en dan staat er een mooie mijlpaal op de agenda. Uh, tenminste, wat wij hebben uitgeroepen als nieuwe slimmer posteren podcast-traditie: de Cross Triathlon in Renkum. Daar hebben Jurgen en ik ons al netjes ingeschreven. Ik hoor jou net zeggen, uh, Guido, toen ik aan cross-duathlons het ja. deed. Ja. En jij zegt hier ook al in het is: ja, ik race niet meer zelf. Nee. Maar zouden we jou niet als onderdeel van dit uh, illustre een beetje kunnen verleiden om toch. 27 augustus nog even de mountainbike en de zwembril en de loopschoenen onder te binden. Ja, als, als, kijk, dat lopen is altijd is ondertussen een beetje een risicofactor geworden. Dat ik denk: van ja, dan ga ik weer zoiets doen en dan schiet het weer ergens aan de ene kant in mijn kuit of zo en wat ik afscheuren en dat ik denk. oh kut, ja, Dan is het niet het waard. Maar niet, dan het had niet ik waard. het maar niet gedaan. Als, ik nou, weet je, maak een, een slimmer, als we nou een slimmer presteren team gaan maken. We, voor mij heb met luisteraars. Eentje gaat zwemmen. Ik wil wel die mountainbiker route rammen. En dan moet er een andere luisteraar moet gaan rennen. Hmm. Ja, kijk. Oké. Okay, okay. ik, weet, ik weet eigenlijk nu niet uit mijn hoofd. of je in Renkum als trio mag starten. Uh, dat zou ah, ik moeten uitzoeken. Als Slimmer Presteren podcast. Daar vragen we dan de uitzondering voor. Hè? We hebben contact met de organisatie. Dan zeggen we we, we. we willen een trio uh, inbrengen. Nou, ja. ik denk bij het zwemmen Lars Bottelier. <laughs> lijkt me wel goed. Ja, die vindt het een beetje kort misschien. Maar, uh, nou, ja, precies. Nou, voor iedereen die nu twijfelt en die lekker kan zwemmen, het is ook nog stroom meezwemmen. Dus ja. uh, dat werkt natuurlijk ook nog. Nou, mooi. Oké, okay, nou, laten we. Snelle zwemmers of snelle lopers uh, in onze luistergroep? Dus uh, kom maar op. Nou, die staat. Ik denk dat we hier wel wat uh, reacties op gaan krijgen. En dan gaan we als een speer uh, kijken of we die inschrijving nog voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En uh, mocht je nou van de zomer toch een beetje lekker lopen, dan kun je altijd nog kijken of je individueel mee gaat doen. Ja. Mooi! Komen we officieel aan het einde van seizoen 5. Nou, officieus zeg ik, want uh, Jurgen, volgende week zijn we er nog een keer met ons verslag, een bonusaflevering met ons verslag van het bezoek aan de Masters of Movement. Ja. En, uh, een bijeenkomst vanuit de Athletic Skills Monday Dan gaan we het hebben over, geloof ik, dansen, dansen en ritmische ja. sport. En wat, en wat, wat uh, voetballers en duuratleten daarvan uh, aan hebben en kunnen leren. Guido, uh, tot slot even terugkijken, seizoen 5. Uh, hoogtepuntje, dieptepuntje, bijzonder momentje. Naast die honderdste aflevering, ja. dat weet ik, dat hebben we natuurlijk met z'n oh. allen gehad. Ja, dat is te makkelijk. Die is te makkelijk. Ja, weet je, dat, we hadden ook uh, de schaatsuitzending als ja, live-evenement. Dat was natuurlijk ook gewoon heel erg leuk en, en mooi om te doen op die manier. Dus um, ja, er zijn nog niet heel veel live-uitzendingen samengekomen, hmm. maar op een gegeven moment denk ik. Wordt ja, het gewoon, dan doen we het altijd zo. Bevalt jou wel goed, het... hè? Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja. Ik weet wel ja. dat Sander, onze projector. We hebben het hier toevallig vanmorgen achter de schermen ook over gehad. Toen zei Sander wel de gevleugelde woorden. Dacht ik, hé, die moet ik onthouden. Live is leuk als het kan, ja. maar niet als het moet. Ja. Kijk, oh, dat is ook leuk. Ja, moeten we daar <laughs> nog. Maar ik, uh, we schrijven hem op. Laten nou, we eens even kijken of we voor seizoen 6 en 7 uh, vaker een aanleiding kunnen vinden om uh, op vrijdagochtend een, uh, een live podcast uitzending te maken. Dat, uh, dat is inderdaad wel heel leuk. Jurgen voor jou? Wereldhurenkoor, hè? Dijk. Ja, dat was ook een mooie aflevering. Ja. Hè? Ik uh, merk, het wordt wel toch ook als vast onderdeel van de podcast ervaren. En we doen het niet meer zo vaak, maar we ja. trekken natuurlijk veel nieuwe luisteraars. Ik weet niet of die wel weten dat jij een boek hebt geschreven. Hè? Nee, Jurgen van Tevle, die zijn natuurlijk allemaal jou gaan volgen omdat jij bekend uh -huh. bent van TV. Van uh, Sportlak uh, Sedok iedere vrijdagavond, maar nee, op vrijdagochtend in de Slim Versteren podcast en het boek het Maakbare Uur. Waar gaat het ook weer over? Uh, Wereldur record. <laughs> ja, wel hè? Ja. Dion hm. Beukenboom volg jij als een vliegveld. Niet op de buurt. van Ellen van Dijk, maar uh, hey, dat boek kun je anders. bestellen samen met deze fijne mok. Kopie erbij houden in onze slimme versteren uh, webshop www.slimmepodcast.nl slash webshop. Kun je uh, mooie goodies. Lekker t-shirt. Een uh, heerlijk uh, verkoelend wit uh, sportshirt... wat je kan bestellen voor in de zomer. Mokken, boeken. Zo schoon pakketten. Uh, allemaal uh, te verkrijgen. Dus uh, ga je vooral even wennen. Geef jezelf een vakantiecadeautje En uh, ga even shoppen in onze, uh, onze webshop. En uh, we zouden het ook leuk vinden als je reageert. Wat was jouw hoogtepunt van seizoen 5? Of uh, welke innovatie in de triathlon... zijn we nog even vergeten te benoemen? Of... Als je je wil aanmelden om in het Slimmer Posteren podcast trio-team met Guido Vroemen mee te doen aan Renkum... dan kun je reageren op een aantal manieren. Allereerst via social media zijn wij de @slimmerpodcast. Podcast. Zowel op Instagram als op Twitter vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een post... waar je op kan reageren, die je kan retweeten, die je hartjes kan geven. En je kan ons ook DM'en, direct message, op Instagram of Twitter... Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar zat je al, omdat je net in die webshop lekker aan het shoppen was. Maar dan zie je in het menu ook afleveringen, en dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link die kan je pakken en die kan je doorsturen naar mensen die ook naar dat experiment hebben gekeken, of naar mensen die zich nog niet ingeschreven hebben voor de Cross Triatlon in Renkum, zodat we daar nou wordt ook misschien wel een soort leuke fandag, hè, met heel ja. veel uh, luisteraars samen mee gaan doen aan die triatlon. En tot slot kun je ons ook mailen via post-slimmerpodcast.nl. Dat uh, lezen wij altijd en allemaal. En uh, nou, af en toe uh, hebben we wat tijd nodig om te komen met een reactie. Maar uh, wees niet getreurd. We zien het sowieso. En uh, daarmee hopen we, nodig je van harte uit... om één, te blijven luisteren, te reageren. Misschien nog een paar uh, reviews achter te laten. Is gelukt, hè? Trouwens, inmiddels op uh, Spotify hebben we uh, meer dan 100 uh, reviews. Dus dat gaat goed. Kunnen er altijd meer zijn. Want uh, ja, in het uh, drukke podcastland... Uh, moeten we toch proberen er een beetje bovenuit te blijven steken. En dan gaan we op vakantie? Ja, toch? Lekker. Ja. ja. Hey uh, uh, uh. Guido, nog mooie plannen? Sardinië. Oeh, lekker. Ja. ja. Sportief of uh, relax? Ik heb al een fiets gehuurd. Ah, dus, uh, <laughs> oh, uh, ik, ik moet wel af en toe, weet je, een uur, twee uurtjes op een dag even fietsen. Dat moet ik wel blijven doen. En de rest uh, uh, hangt er vanaf wat uh, uh, de kinderen uh, uh, willen. Het ja. zal wel niet zo heel veel zijn. Welke ruimte er geboden wordt. En voor jou, Jurgen? Ik ga ook Italië, maar een stuk noordelijk. Trentino. Oh, oh, lekker. Ja. Fiets mee? Uh, niet mee, want uh, ja, maar wel denk ik daar even lenen, huren. Of, ja, precies uh, ja. dat hè. En de hardhoopschoenen? Ja. En zwemmen, want ik zit bij meren in de buurt. Dus oh, heel goed. Even. Dus jij komt getraind ja. uh, in Renkum aan ja, de start. Zeker. Ja, heel goed. Maar het is geen wedstrijd, hè, Gerrit? Het is een, uh, een sportieve beleving, precies. Is het, hè? Ja, okay. dat is het. En ja, jij? ik ga een poging doen. Ik ga lekker uh, Frankrijk weer in met, uh, met de tent en zo. En ik heb uh, tegenwoordig een persoonlijke coach. En dat ja, die deel... moet wel doortrainen. Uh, precies, daar deelde <laughs> ik al mee. Traditioneel gezien is voor mij altijd die zomervakantie een, een dip in mijn conditie omdat het dan toch niet lukt als het dan ochtends al 30 graden is om door te trainen. Maar zei Guido Vroemen: Ik heb wel wat trainingetjes Dat als je die in ieder geval maar doet een paar keer per week, dan raak je niet zoveel kwijt. Dus dat wordt mijn grote doel. Ja, ben heel benieuwd. Oké. Iedereen die wil volgen welke trainingetjes dat zijn, die moet natuurlijk gewoon even naar Strava. Kunnen ze ons vinden, kunnen zien wat je doet. En als je vriend van de show wordt, ja, dat is even de uitsmijter. Als je helemaal bent blijven luisteren tot het einde van deze seizoensafsluiting. Dan behoor jij wel tot het legioen Vrienden van de Show. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Doneer daar uh, minimaal één kopje koffie per maand. En dan krijg je toegang tot de exclusieve slimmer presteren podcast Strava Club. Ik moet ik ook maar even noemen. Ik zag de afgelopen weken weer best wel veel mensen zich aanmelden voor die podcastclub. Of uh, voor die Strava Club. Maar die zie ik dan niet als donateur op Vriend van de Show. Dan laat ik ze toch niet binnen. Nee, dus, uh, moet je streng zijn. <laughs> ja, moet streng zijn. Dus uh, eerst doneren en dan mag je mee sporten. Mooi. Ja. Nou, we zijn er wel, hè? Fijne zomer, Guido. Jullie ook. Jurgen, tot volgende week bij de Masters of Movement. En alvast fijne vakantie. Ja, jij ook. Hoi, hoi. Hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.